magische jojo. Lee komt vaak te laat in de klas. Dat is best vervelend voor haar klasgenoten en de meester. Want de les is dan al lang begonnen. Stiekem is Lee verliefd op een jongen uit de klas. Ze droomt ervan om een keer met hem af te spreken. Lee, hoeveel gebruik krijg je voor 30 euro? De persoonsvorm? Maar afspreken met haar klasgenoten, dat zit er voor Lee niet echt in. Wat niemand eigenlijk weet, is dat Lee in een fabriek werkt na schooltijd. Als andere kinderen plannen maken voor leuke dingen, is Lee daar best jaloers op. Zullen we na schooltijd gaan shoppen? Oké, goed. Deze sjaal is al een maand oud. Ik heb echt een nieuwe nodig. Mag ik straks bij jou thuis spelen? Tuurlijk! Ga ik die nieuwe game spelen? Ja. Ik kreeg voor mijn vader Black Ops 3 echt ziek vette game! Vet, man! Elke middag moet ze snel weg om tot diep in de nacht te werken voor een strenge bazin. Elke dag weer hetzelfde gaas voor Lee. Ze komt steeds vermoeider aan op school elke ochtend. Lee, ben je alweer te laat? De klas vindt het ook vervelend worden dat ze elke keer te laat is. De meester maakt zich zorgen om Lee. Na schooltijd gaat hij op onderzoek uit en bedenkt hij een plan. De volgende dag... kunnen we dit gedeelte even skippen? Bedankt. Leerlingen, we hebben vandaag een heel speciale gast in de klas van UNICEF en hij komt iets vertellen over kinderrechten. De gast in de klas vertelt over het kinderrechtenverdrag van UNICEF, waar alleen belangrijke rechten in staan die kinderen eigenlijk moeten hebben. Lee wist eigenlijk niet dat ze het recht had om te spelen. Nu weten jullie alles over kinderrechten en tot slot ga ik deze speciale jojo weggeven. Wow. Jullie moeten het al 120 zeggen en wie het goede antwoord zegt, krijgt deze jojo. 1. Nee. 8. Nee. 14. Nee. 10. Nee. 13. Nee. 18. Nee. 19. 19. Inderdaad, de jojo is van jou. Ja, meester, dit is echt oneerlijk. Ze heeft nooit tijd om te spelen. Ze gaat die jojo toch nooit gebruiken? Nee jongens, we houden dit eerlijk. Dit is een hele speciale jojo. Je moet er zuinig op zijn. Al je dromen komen uit. Dank je wel. Lee is een beetje bijgelovig, dus doet ze een wens. In de hoop dat haar droom uitkomt. Die middag... Ho, ho. Wie ben jij? Ik ben Lee. Ik kom hier werken. Ik heb jou nog nooit hier gezien. Maar ik was hier gisteren en eergisteren en... Je werkt geen kinderen, hè? Je kan maar beter spelen, want kinderen horen hier niet te werken. Kinderen moeten spelen. Wauw, dat gaat wel heel snel, denkt Lee. Oké, doei. Eindelijk is Lee verlost en heeft ze voor het eerst in haar leven tijd om te spelen.